Beste leerlingen van HAVO 1. Ik wil het met jullie gaan hebben over Europa in de 15e eeuw. En waarom wil ik het daarover hebben? Hierom, omdat we gaan kijken naar de oorzaken van de komst van de Europeanen naar Amerika. Oorzaken betekent dat we gaan kijken waarom ze naar Amerika zijn gekomen. We noemen dat, en dat heb ik ook geel gemaakt, ook wel oorzaken. En om die oorzaken te bekijken, Nos Pester, Wak, we moeten kijken naar Europa in de 15e eeuw. Pardon. Europa in de 15e eeuw. Wat moet je weten van Europa in de 15e eeuw? Ik verschuif mezelf eventjes naar links, als dat lukt. Ja, daar ga ik. Van de komst van Columbus naar Amerika moet je een aantal dingen weten over Europa, om dat helemaal te kunnen begrijpen. Eén ding dat je moet weten is dat Europa en Amerika geen contact met elkaar hebben. Dat betekent, ze maakten allebei een andere ontwikkeling door en ze wisten niet van elkaars bestaan. Dus ontwikkelden ze zich anders, ze hadden een andere ontwikkeling en ze wisten niet van het bestaan van de ander. Dus de Cacatiërs op Curaçao wisten niet dat er ook nog Duitsers, Fransen, Italianen, Nederlanders in Europa waren, die zich op een andere manier, ja, otra manera, hadden ontwikkeld. Dat wisten ze niet. They didn't know about that. Ja. Dus Amerika wist niet dat er ook nog een Europa bestond. En Europa wist niet dat er nog ook een Amerika bestond. Dus ze hadden zich allebei op een hele andere manier ontwikkeld. Twee reizigers belangrijk zijn geweest rond het jaar 1000 na Christus, dus zo'n 1000 jaar geleden, hadden we één viking en zijn manschappen die naar het Amerikaanse continent kwamen. En het was Leif Erikson. En dat weten we dankzij het onderzoek van archeologen. En die hebben door ongeschreven bronnen en geschreven bronnen uit Scandinavië achterhaald tot rond het jaar 1000 Leif Erikson Canada in het Amerikaanse continent moet hebben bezocht. En hij is daar waarschijnlijk na verloop van tijd ook weer weggejaagd, omdat de lokale bevolking, de Indianen, hem daar niet wilde hebben. Dus zijn troepen en zijn mannen en hij zelf heeft Canada ook weer verlaten. De tweede Europeaan die het Amerikaanse continent bezocht was dus Columbus in 1492. Na Christus, dus meer dan 500 jaar geleden. En zijn bezoek, zijn reis, heeft grote gevolgen gehad voor Europa en Amerika. Met grote gevolgen bedoelen we dat zijn reis heel veel heeft veranderd in Europa en Amerika. In allebei de continenten is het daardoor heel veel veranderd. Even terug naar Europa. In Europa kwamen betere landbouwtechnieken. En daardoor verdubbelde de bevolking, zoals je daar zo mooi kunt zien. Verdubbelen betekent dat het twee keer zoveel wordt. Dat is één pinda, twee pinda's. Dat is verdubbelen. 1, 2. Maar als je dat met een hele bevolking doet, dan heeft dat natuurlijk grote consequenties. Het heeft grote gevolgen. Ja. In Europa was er heel veel oorlog, guerra. En die oorlog ging over grond, suela. En het ging over religion, faith, religion. En naast dat er veel oorlogen gevoerd werden, verdubbelde ook de bevolking. Dus dat betekent dat het twee keer zo groot werd. De bevolking werd groter. Mas grande. En hoe kwam dat nou? Er waren tussen 1000 en 1300 betere landbouwtechnieken. Dat hield in uitvindingen van de ijzeren ploeg. En het paard dat voor de ploeg werd gezet. En daardoor kwam er veel meer eten van het land. Hopi mas come. Hopi mas granjo. En dat zorgde ervoor dat de bevolking kon groeien. Dat de bevolking, población, dat die twee keer zo groot werd. Dos bia grande. Twee keer zo groot werd. Dat is in Europa.